50 meter, 30 meter. Start gevallen. De paarden zijn gestart. Als laatste doet dat Vella Bravado, maar niet al te ver weg van het rest van het veld. En de leiding is in handen van Velten Roncalli. Velten Roncalli heeft de leiding genomen als de paarden afkoersen op de eerste bocht. Die wordt nu ook ingedraaid. Naar de tweede plaats dan Icarus O. En in derde positie volgt Helena. Dat zijn de eerste drie. Aan de buitenzijde volgt op een lengte Gabor Reis. En daarachter volgt dan op een lengte de nummer 7 Zoom Wise L. En een galoppade zien we daar voor Icarus O. Die springt eruit en die valt terug naar de staart van het veld. Helena heeft de leiding overgenomen. Helena... Tenminste van het peloton, want voor dat peloton gaat nog uit die Velten Roncalli. En die Velten Roncalli, Niels Jongejans moet denken, grote stappen snel thuis. We heeft in ieder geval al een lengte op 5-6 voorsprong. Op de tweede plaats dan Helena, die voert het veld aan. Daarachter op de derde plaats Gabor Reis, die geflankeerd wordt door Zoom Wise L. Dat zijn op dit ogenblik de smaakmakers. En achter Zoom Wise L volgt dan op een lengte Danny Brouwer met Ide Beemt. En achter Ide Beemt is aan de binnenzijde I Can Dream. En laatst is onveranderd van start af aan Vella Bravado. Ja, de voorsprong wordt toch iets korter voor Velten Roncalli. Als we nu de 1000 meter paal passeren. Velten Roncalli heeft nog maar 2,5 lengte voorsprong. Op I Can Dream op de tweede plaats. Gabor Reis ligt in derde positie. Met dichterbij Zoom Wise L. En daaraan voor... Af gaat dan nog Henri Buitenzorg. En zo komen de paarden dan af nu op het punt dat we zijn langs het laantje van Jochems. En gaan dan nu op weg naar de laatste bocht. Die laatste bocht wordt zo dadelijk ingedraaid. En als we dan de laatste bocht door zijn gekomen, dan is het nog 400 lange meters in die laatste rechte lijn van Duindicht. Waarbij nog altijd, als de paarden de bocht doorkomen, redelijk dicht bij elkaar zijn. Dat geldt niet meer voor Velten Roncalli. Want zijn ontsnapping heeft hij duur moeten bekopen. Ligt nu laatste van het peloton. Terwijl op dit moment een galoppade maakt, Ide Beemt. De paarden komen de bocht door. En het is aan de kop Helena. Helena heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats is het dan... Daar wordt volgens mij een paard uitgeschakeld. Ik kan niet horen wie het is. Laten we dat straks eventjes bekijken. Het is aan de kop Helena. Helena heeft de leiding en heeft dan 2, 3, 4 lengte voorsprong genomen op de rest van het veld. Als de deelnemers de laatste meters ingaan. Helena met Patrick de Haan. Die gaat hier heel gemakkelijk winnen. Zoom Wijzel die sprint nog naar de tweede plaats. En op de derde plaats daarachter is het Henri Buitenzorg. Dat is de 1-2-3 met Gabor Reis als vierde. We krijgen nog een uitschakeling te horen wie dat was. Weet ik nog niet, maar ik kom dadelijk bij u retour. Ik zie op mijn scherm nu dat het de nummer 2 is. Opgelet, opgelet. Uitgeschakeld werden de paarden 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 uitgeschakeld.